jaar geleden ging het project rond Maria van Gelre van start met crowdfunding. In de loop van het jaar hebben allerlei mensen en instellingen bijgedragen en het project heeft inmiddels een enorme omvang en is in volle gang. Kunsthistorici, conservatoren, natuurwetenschappers, van alle kanten kijken we naar het boek en werken we samen in wat een heel fascinerend onderzoek is. Ja, dat onderzoek, en dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi, juist omdat wij daar zo vroeg al mee meekijken, helpt ons bij het maken van een goede tentoonstelling. Heel concreet in dit geval bijvoorbeeld, er wordt een film gemaakt over het onderzoek naar het manuscript. Wat is de toestand van het manuscript? Wat zouden we daaraan kunnen verbeteren? Waarom is het eigenlijk in zo'n slechte staat? Wat kunnen we daarvan laten zien in de tentoonstelling? En straks kunnen we juist door het laten zien van dit onderzoek aan bezoekers ook vertellen waarom het nu eigenlijk zo'n bijzonder handschrift is. Dit restaureringsproject is een van de interessantste projecten die ik de laatste jaren vervolgen konnte. Ik fertige zurzeit een schadensdocumentatie aan. Dat heißt, ik halte alle schäden vast die zich in deze handschrift bevinden. Technical research normally of objects of art. It's normally the study of materials. It can be identification of certain materials, like identification of pigments. It can be the characterization of degradation products, for example, to help restorers and conservators to decide on how to restore or how to conserve an object. Een middeleeuws boek is een hele spannende bron. Alles komt samen. Je hebt veelal de verluchting. Je hebt de tekst, de gebeden of de teksten die erin staan. Er staan soms persoonlijke notities in. Je hebt religie, je hebt sociale factoren die een rol spelen. Je hebt ambacht. Alles komt samen in een middeleeuws boek. We hebben hier niet te maken met kunstenaars. Geen kunstenaars in de zin zoals wij die nu nog kennen. Maar echt ambachtslieden. En ze moesten zo snel mogelijk een boek bij de opdrachtgever afleveren. En de vraag is, hoe deden ze dat? Hoe werkten ze zo snel en zo praktisch mogelijk? The first thing we tried to do after microscopy was to have a rough idea of all the pigments, I mean the palette from each painter. So we first of all tried to have an idea of all the colors used by each artist. Je ziet ineens hoe alle gezichten zijn opgebouwd, wat voor kleuren hij heeft gebruikt. Bijvoorbeeld in het gezicht zie je, als je er gewoon naar kijkt, een vrij blank gezicht. Maar met een microscoop zie je ineens groen en oranje en rood en geel op plekken waar je het echt niet verwacht. I mean, you can either very easily see that one artist used one type of, let's say, blue, and the other one used another type of blue. Ik freue mich jedes Mal halt neemt immer wieder an diese wunderschönen Miniaturen. Die sind so einzigartig, die sind so. Man kann es gar nicht in Worte fassen, halt eben doch so ganz genau mit wenigen Strichen, wie die Gesichter und der Ausdruck dargestellt ist, es ist einzigartig, es ist wirklich wunderschön. Also es ist wirklich eine Entdeckungsreise durch dieses Gebetbuch, auf die wir uns alle begeben können. Es ist echt, je voelt hier in Berlin, je zit in een team. It's also easy to like what we are doing. Je werkt met z'n allen aan dit handschrift, iedereen loopt elkaar binnen en iedereen heeft elkaar nodig. Dat is toegevoegde waarde om hier echt in Berlijn te zijn. Alleen al voor het gevoel, we zijn hier met z'n allen voor Maria. We zijn volop bezig met onderzoek en ondertussen denken we alweer na over volgende stappen. Publicaties, een mooi afrondend boek en natuurlijk de tentoonstelling in Nijmegen over 2 jaar. Het project heeft nog voldoende te bieden om jaren onderzoek te doen. Onderzoek naar de prachtige miniaturen en naar het interessante verhaal over Maria van Gelre. Graag willen we het publiek mee laten kijken, onze fascinatie delen en de komende jaren nog veel van de prachtige dingen die we tegenkomen laten zien.